Hallo allemaal! Kebappé had vorige keer zijn return gemaakt en we gaan weer verder, jongens. We hebben heel wat wedstrijden om te spelen vandaag. Ik wil ook niet dat dit seizoen eindeloos gaat duren, dus we willen natuurlijk wel wat meer wedstrijden spelen per aflevering. Ik denk dat jullie dat ook veel leuker vinden. Vooralsnog hebben we veel competitie. Ik weet toch niet... Oh, hier. Hier is onze eerste Europa League wedstrijd tegen Elfsborg. Ik weet ook niet hoeveel wedstrijden we moeten spelen. Wat is met die nieuwe UEL competitie dingetjes? Dat is anders dan hoe het altijd is geweest. Dus ik... Bro, we spelen hier nog steeds wedstrijden voor de competitie. We gaan het zien. We gaan vandaag in ieder geval heel wat wedstrijdjes spelen. En ik heb ook Kebappé iets meer aangepast, zodat hij iets meer lijkt op hoe hij hoort te zijn. Het is in ieder geval heel lastig om nog helemaal goed na te maken. Maar we doen ons best. Wacht, wat stond daar? Kebappé is onlangs gepromoveerd naar het eerste en heeft vandaag een nieuwe mijlpaal bereikt door de eerste doelpunten van het team te maken in het shirt van AZ. Kijk, dat klinkt goed. We staan ook eerst op dit moment. Dat is helemaal mooi. Wat wilt Meerta? Het was goed om te zien dat je... Oh ja, oké. Leuk, man. Dus ook alleen maar hetzelfde. Elftal van de week. Wacht. Kebappé op rechts midden in het elftal van de week. Het is niet helemaal de bedoeling, EA, maar leuk. Krijgen we dan ook een informkaartje? Dat zou wel heel leuk zijn. Die zie ik op dit moment niet. Maar dat zou helemaal grappig zijn. Wedstrijddag tegen Heracles. We doen even een training en dan gaan we een potje spelen, jongens. Even als punten. Oh, absoluut. Wacht. Ik wist niet dat we dat zouden hebben. Wij gaan alle sets minimaal naar de 80 krijgen, toch? Oh, als we dat fysiek ook nog eventjes omhoog kunnen werken. Dat zou echt top zijn. Maar voor nu, hou eventjes de afstandsschoten even upgraden. Want vorige keren, dat was zo belangrijk. Dat was zo sick. Op dit moment 86 afstand schieten. 88 afmaken. Ik denk dat we nu al echt ziek worden. Kijk eens, 85 schieten, man. We zijn al 80 rated, man. We zijn pas bij de tweede wedstrijd van het seizoen. Het kan niet beter. Kijk, we worden er weer ingewisseld als linksmidden. Wanneer worden we basis? Ach, hoe ver zijn we van basis? We zijn niet ver van basis, maar we zijn nog niet basis. Speel als Kebappé dan maar. Linksmidden. Oké, we worden gewoon echt overal gespeeld waar we kunnen ingevuld worden, man. Daar ben ik het niet zo mee eens, coach. Dat vind ik niet zo leuk. Als afstandsschot is geüpgraded, hè. Schotkracht alleen nog niet heel erg. Oh nee, oh wat een redding. Kom op AZ. Mijn rating gaat ook steeds een beetje omlaag terwijl ik niet eens iets kan doen. Spits, kop hem. Hij doet echt helemaal niks. Waarom staan wij niet in de spits? Goed. Staat hij helemaal vrij. Ik kan niet eens vragen om een bal van die gast, want hij kan echt helemaal niks. 1-1. Goed gedaan, broskies. Wow, mag ik nu in de spits? Want dit is echt niks. Komt die paas? Even serieus, die gast is zo slecht. Oké. Okay. Ik durf niet eens de paas meer op die gast. Wat gaan we doen dan? We paas wel naar iemand anders. Daar. Oké. Okay. Ik loop door. Ik word zo lijp van die gast. Gaan we daar nou echt op verliezen op dat soort dingen? Misschien wel, man. We gaan daar gewoon letterlijk op verliezen. Het is echt ongelooflijk. Wat is die spits slecht? Hoe heet die gast? Parot of zoiets? Ik kijk nooit AZ in het echt, man. Ik hoop niet dat hij in het echt ook zo slecht is voor AZ, want dat slaat helemaal nergens op. Daar gaan we. Gaan we gewoon zelf. We gaan gewoon zelf. Wow, wat een redding van die keeper. Oh, hij is er eindelijk uitgehaald. Ik sta nu in de spits. Dat is 87 minuten te laat, jongens. Nee, hij staat er nog steeds, maar hij staat op rechts nu. Toch die 2-2. Wacht, pak de bal. Nee. We hoeven niet zo uitbundig... Oh, oké, we gaan uitbundig juichen. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar het is oké. We hebben nog een laatste actie. Kan dat? Ik ga gewoon hier. Kom, doe maar lang bal. De bal. Kom hem door. Ik loop door. Waarom pas je hem zo slecht? Ik loop door. Oh, nee. Ik heb echt alles gegeven, man. Die spits van AZ, Parot... Hoe slecht ben jij in het echt? Ik hoop echt niet dat je zo slecht bent, man. EA heeft je echt slecht gedaan, man, hier in het spel. Maar hopelijk kunnen we binnenkort gewoon zijn positie overnemen. Oeh, kijk hier. Het lijkt erop dat we Kebappé hopelijk 90 minuten in actie gaan zien voor AZ. Succes, Kylian. We rekenen op je. Yes. Eindelijk de basis 11 gehaald, jongens. Bro, nieuwe e-mail van manager. Ik was erg onder de indruk van je sterk spel in het voorseizoen. Ik zet je voor de volgende wedstrijd in de basis. Beter voor je. Ik ga laten zien dat ik het beter kan dan Parot. Oh, niveau omhoog. Zeker. We willen gewoon nog sneller worden. Waarom niet?
Appa. En dan kunnen we nog eentje op afstandsschot doen. Bam, 89 afstandsschieten voor Kebappé. 81 reed het, 90 snelheid nu. Dat is sick. En laten wij Twente even pakken. Twente staat eerst op dit moment. Dat is bijzonder. Wat is dit? We krijgen natuurlijk een filmpje dat we eindelijk basis staan en die Parot eruit hebben geknald, hopelijk. Nee, Parot speelt nog steeds. Oh nee. Wie hebben we dan vervangen? Papé, ga even kijken. Even kijken. Weet eens wie jij bent, man. Ja, sorry man. Ik heb denk jou eruit geknald. Ja, we spelen. Ik weet niet voor wie. Ik weet de opstelling nu ook niet. Wat gebeurt hier? We komen net boven die deurhendel uit. We zijn zo mini. Ah, oh, we staan wel spits. Wacht, Parot op linksmidden dan. Oké, wacht. Wat, wie? Waar sta jij normaal? 68 rating. Je bent niet zo best. Sowieso is ons team slecht, man. Alleen Klaasje is een gouden speler. Maar laten we wedstrijd spelen als Kebappé, jongens. Oké, let's go. Wordt eerst in het witte shirt. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wat de hel is dit nou weer? Lammers scoort. We zijn net begonnen. Fijn. AZ. Top. Klaasje opzij. Ook goed. Nu, 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 nu! Buitenkant voet. Dit gaat een buitenkant voet. Wow, die verdediger kwam heel snel voor me langs. Wat een redding ook weer. Oh! Het is een goede redding van de keeper. Maar deze gaat hij niet redden. Jawel. Oké, onze afstandsschoten moet nog ietsjes beter. Ik denk vooral onze schotkracht moet even iets beter. Paasje opzij. Oh, dat was net niet een lekkere paas. Maar het geeft niet. Het geeft niet. Het geeft niet. Het geeft niet. Bam! Oh, ik dacht even dat hij nog misging. Maar het is 1-1. Kebappé met schot tegen de paal. Ik schrok even dat hij nog naast ging, maar hij ging niet naast. Heet die speler van Twente nou hier? Kajolo? Kajolo? Wat de hel? Kom maar, Parotto. Goed, Parotto. Waarom zijn we zo traag? Wacht, ik heb hem niet. Ik heb hem wel. Oké. Wat doen we? We doen even een paasje op Kwakkie. Kwakkie? Kwakkie, je bent te laat. Je bent te laat. Goed, Kebappé. Oh, daar ga je toch? Oh, nah! Hey, we spelen niet slecht of zo. Het is dat Twente zo snel scoorde, maar het gaat niet slecht. We gaan deze tweede helft gewoon helemaal eenzijdig maken en gewoon alles doorzetten. Kajolo, je moeder. Mullerwolven. Goede bal, man. Oh, het is echt ons schotkracht, man. Ons schotkracht moet beter. Oh, nee. Gaan ze weer. Sam Stein. Oei. Redding. Maar de bal is nog niet weg. Oh my god. Haal weg. Kom maar, kom maar, kom maar. Draai, 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 draai. Keeper. Stop. Kom, kom, kom. We gaan het doen. Je moeder. Pff, bijna. De Rots. Is dat het jongere broertje van De Rock? De Nederlandse versie? De Rots. Oh nee, 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 nee. Ze gaan scoren. Oh. Het is een 1-1 tegen FC Twente. Het is niet per se slecht, want Twente staat eerste. Maar dit AZ moet toch wel beter kunnen. Onze Kebappé ziet er echt een beetje uit als een model. Ik heb het nooit echt gemaakt als een model. Maar kijk die lippen, wat de hel. Sterke wedstrijd gespeeld. Het is niet meer interessant om te zien wat ze schrijven dan. Ik heb al 30 keer gepost op Instagram dat ik het veld domineerde. Valt in herhaling, EA, nu al. Had 3 andere tekstjes geschreven en het was prima. Op dit moment staan we de 6e, man. Dat is niet goed. Dat moet echt een stuk beter. Team van de week. Hey, we staan wel weer team van de week. Hier, hier, bam. In de spits ook dit keer. Hey, dat betekent wel dat dit onze tweede inform al is. Let's go. Volgende wedstrijd tegen Willem 2. Please, 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 please. Laten we een beetje normaal spelen. Parot dit keer op de rechterkant. Het maakt niet zoveel uit. Hij doet het voor mij niet gewoon. Spelen als Kebappé. Wel weer 90 minuten voor ons. Dat moet goed komen. We spelen ook thuis in Alkmaar. Gezellig, man. Daar zijn wij net geweest. Oh, wat een paas. Iemand voor doel? Nop, dan doen we het zelf. Nog een keer draai. Nog een draai. Hij weet het niet meer. Paal. Daar gaat Sandra. Bro. Hij is niet echt het beeld wat ik heb van een Sandra. Waarom sta ik bij de eerste paal, bro? Ga gewoon die bal. Weg. What the hell? 1-0 achter tegen Willem 2? Lekker, jongens. Let's go. Waar is Kwak, man? Ik mis mijn boy Kwakkie. Hey, bab. Scheids, zag je dat? Bam! Paal! Weer paal! Kom, kom, kom. Het wil niet. Kom, 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 kom. Goeie bal. Goeie bal. Niemand komt eraan. Oké, en curve. Schotkracht en curve. Oh nee. Ik zie dit al helemaal verkeerd gaan.
Weg. Top. Oh. Ga maar. Mijnans. Als je nu een goede bal geeft. Hij geeft gewoon helemaal niks. Goed, Kabappé. Sterk hoor, Kabappé. Oh. Breekt het spel open. Ga maar. Doe maar voorzet. Bijna. Hè? Kom maar. Ja. Ja, dit is hem. Wat een goal van Kabappé. Helemaal vrij gespeeld. Goeie paas. Let's go. En weer die celebration. Ik weet niet waarvan dat is, man. Eerste helft nog niet echt bijzonder. 1-1 tegen Willem 2 is gewoon slecht. Kom op, ik moet misschien mijn shower even beter doen. Zo, kom op. Ik ga niet bij de eerste paal. Gewoon niet. Weg. Iemand haal weg. Oh nee. Haal weg. Het had niet eens uitgemaakt als ik bij de eerste paal stond. Want dan ging ik toch naar de tweede paal. Waarom staat er dan niemand bij de tweede paal? Wordt lijp, man. Willem 2 gaat gewoon over ons heen. Ibrahim, please. Oké. Boeken. 89e minuut. Kappen. Gaan we. Wat een doelpunt. Maar het is 2-2. En het wordt ook 2-2. Wat een goal. Ongelooflijk. 2-2 tegen Willem 2 is zo slecht, hè. Dit AZ is er nog niet. We hebben nog beschikbare skill points. En dan gaan we de laatste wedstrijd van deze aflevering spelen. Jongens, we hebben echt meer schotkracht nodig. We hebben het gezien. We hebben 81. Dus dat is dus niet zo hoog. Schotkracht. Schotkracht. En afstandsschoten. Oké, 89 schotkracht en 93 afstandsschoten. Veel beter kan het niet. Wat voor rating hebben we nu? 81 met 88 schieten. Ooit in de 81 rated speler gezien met zo hoog schieten? Ik denk het niet. We gaan naar de laatste wedstrijd en het is FC Groningen. En ik zag net dat ze eerste stonden. Ze staan eerste. FC Groningen eerste? Wauw. Dit is dus een hele belangrijke wedstrijd voor ons. En we zijn opgenomen in de selectie van Frankrijk. Dat is snel. Eventjes trainen. Geen niveau omhoog nog. Maar het is oké. Wedstrijddag tegen Groningen. Een must win voor ons. Dit moet echt gebeuren, man. Ons team is zo slecht. Speel als Kabappé. We hebben niks te zeggen in Europa zometeen. Als we niet tegen Groningen kunnen winnen, dan is Europa gewoon weggegooid voor ons. Kom op, AZ. Let's go. Kom. Kwakkie. Kwakkie speelt weer. Oké, dan gaan we winnen. Kappen naar binnen. Oh, wat? Oh, onze afstandsschoot is wel beter geworden. Maar oh, kom maar. Doe gewoon nog een keer. Bro, laat me scoren. Oké, ik voel dat we gaan winnen. Ik voel het. Laat me. Verhoek. Oeh, hij wilde wel gaan. Ik voel me altijd zelfverzekerd wanneer Kwakkie achter mij zit. Klinkt heel raar, maar het is wel zo. Hosting. Oh, ik dacht dat hij zat. Oeh. Eerste helft nog 0-0 tegen Groningen. Het wil nog niet echt weggeven, dat Groningen. Maar ik voel dat we kunnen winnen. We moeten wel. Hun staan eerste. Oh, gaan we. Buurmeester. Goeie bal, Matty. Ah, keeper, kappa. Oh, goed. Krijg hem terug. Schiet. De keeper. Oh, kom maar, Kwakkie. Goed, Kwakkie. Oh, die keeper. Dat is echt niet normaal. Die ging zo de hoek in. Kom maar. Buitenkant voet. Je weet niks. Je weet wel wat. Ik kap hem eruit. Doe een paasje opzij. Naar mijn boy Kwakkie. Kom Kwakkie. Goed. Oeh, ik weet zelf niet wat ik doe. 1-0. Let's go. Ik wist niet welke kant ik op wilde meer, man. Oh, die celebration, man. Let's go. Kwakkie wordt gewisseld. Nee, niet Kwakkie wisselen. Waarom wordt Kwakkie gewisseld? Love Kwakkie. Oh. Ik ga het niet zeggen. Oeh. Goed. Maar kom maar. Kom aan, man. Kom aan, man. Goed. Oh, die keeper. Wat een keeper. Wie is die keeper? Oh, goeie kopbal. Kom, buurmeester. Even serieus. Stop. Kom maar. Waarom kan ik niet afstandsschoten erin knallen, man? 5 minuten. Niet weggeven, jongens. Dit is goed. Oh nee, ze gaan de laatste actie hebben. Ja, ze gaan de laatste actie hebben. Het is geen buitenspel. Nee, haal hem weg. Oh mijn god. Doe me gewoon weg, keep. Goed, die win ik wel. Alsjeblieft. Let's go. 1-0 van Groningen gewonnen. De must win.
En dat betekent dat we een beetje gaan schuiven hierdoor. Hè. Kebappe met enige doelpunt. Hadden er meer kunnen zijn als al die schoten er gewoon ingingen. Maar dat was onmogelijk. En weer speler van de wedstrijd. Och, zoals het hoort. En we hebben weer beloningspunten of skill points. Deadline dag. Het is allemaal oké. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Dat was het voor deze aflevering. Volgende keer spelen we gewoon weer meer wedstrijden. En vergeet trouwens niet te commenten, te liken en te abonneren. Ik zie jullie allemaal snel. Bye bye.